Jack, nu een tijdje bij FC Den Bosch al. Wat is de indruk tot nu toe? Ja, 3 weken. Eén wedstrijd gespeeld natuurlijk tegen de Graafschap. Ja, helaas verloren, maar wel goede dingen gezien. En eigenlijk op de training ook steeds wel een groep die gretig is. Waar veel talent in zit. En die eigenlijk gewoon veel te laag staat. Maar daar doen we alles aan om verbetering in te brengen. Ja, Jong PSV is de volgende tegenstander. Dan zou je denken op papier. Jong PSV, jong team, ook veel jonge spelers natuurlijk. Daar moeten die eerste 3 punten sinds lange tijd weer gehaald kunnen worden. Hoe sta jij daarin? Ja, nou, hetzelfde. En in die zin wil ik niet te ver terugkijken. En ik wil eigenlijk alleen maar vooruit kijken. En ja, daarin vind ik dat wij op dit moment dan 3 punten moeten gaan halen bij Jong PSV. En ik heb altijd alle respect voor elke tegenstander. Maar ik denk oprecht dat wij tegen elke tegenstander 3 punten kunnen halen. En ja, zo gaan we ook spelen. We hebben tegen de Graafschap hebben we dat geprobeerd. We hebben volgens mij met hoe ik het graag zie, met lef gespeeld, met druk vooruit gespeeld. We hebben opportunistisch gespeeld met fases dat het nodig was. Met veel diepgang hebben we gespeeld. We hebben kansen gecreëerd. Nou ja, dat wil ik morgen weer zien van onze spelers. En ja, dat zal de komende tijd niet veranderen. Ook omdat ik vind dat we niks te verliezen hebben. En we staan op dit moment onderaan, dus the only way is up. Ja, je zei al eerder, de 4e periode is ons doel. Is dit dan een soort voorbereiding op die 4e periode? Moeten we het zo zien? Ja, de 4e periode begint uit bij Almere. En natuurlijk, daarin krijg je ook Cambuur en het zijn hartstikke lastige wedstrijden. Zoals ik net zei, je kan van iedereen winnen. Tevens ben ik dan een week of 5-6 hier bij FC Den Bosch. En ja, denk ik ook wel dat het elftal zich gevormd heeft. En dat we dan ook eigenlijk op z'n sterk zouden moeten zijn, in mijn opinie. Dus ja, dan is het een mooi moment om die 4e periode dus aan te grijpen. Om in ieder geval ten doel te stellen dat je daarvoor gaat. Hè? En dan moet je altijd kijken hoe je onderweg uitkomt. Want ja, als je de eerste 3 verliest, dan zal je dat niet meer gaan lukken. Je maakt er ook geen geheim van als we hier naar de training kijken, de hesjes. Daar ben je gewoon open in hoe je gaat spelen. Ja, nou ja, goed. Ja, op dit moment hebben we nog wat blessures en denk ik dat het logisch is voor degene die gaan spelen. Op het moment dat de hele selectie fit is en je gaat presteren met een bepaald team, denk ik ook dat het logisch is met wie je gaat spelen. Dan zal er heus wel een keer een klein verschil zitten in de tactiek, speelwijze, maar ja, veel zal dat niet verschillen. Daarnaast kijken wij ook gewoon naar, nou ja, vooral naar jonge jongens die zich moeten ontwikkelen. Dan weet je ook dat we die laten spelen. Dus ja, het is niet zo heel spannend wat dat betreft. En wat mij betreft mag iedereen kijken. En als we kijken naar vrijdag, Jack, keren er jongens terug? Nee, er keren geen jongens terug. Ja, Rick Mulders keert terug van de blessure. Die was tegen de Graafschap niet bij. En voor de rest niet. Er zijn wel een flink aantal jongens die we gewoon meegetraind hebben. Jis zal bijvoorbeeld niet spelen morgen, die zal maandag wel weer aansluiten, maar dat komt dan morgen net te vroeg. Trotman heeft weer meegetraind, Sturing heeft weer meegetraind, dus ja, heel langzaamaan druppelt iedereen weer binnen en kunnen we gaan opbouwen met iedereen. En 3 punten moeten te halen zijn tegen Jong PSV dus? Ja, vind ik wel. Daar gaan we voor, absoluut. We hebben beelden gekeken uiteraard, we hebben getraind en vanuit de wedstrijd de Graafschap heb ik gewoon goede dingen gezien. En voor mij is het gewoon 3 punten halen. En dan tenslotte Soufiane Anahanach, we spraken hem van de week ook eventjes. Die is mede door jou hier gekomen. Hoe zie jij zijn rol hier? Hij traint mee, heeft 3 keer meegetraind deze week. En dat is nog aangepast, beperkt. Ik heb ook tegen hem gezegd, het zou mooi zijn als we richting die 4e periode jou op 90 minuten kunnen zetten. En ik heb hem vorig jaar bij Go Ahead gehad, toen was hij ook vrij snel. Eigenlijk heeft hij 60 minuten, 75 en 90 gespeeld. Nou, ik denk dat hij dat ook wel bij Den Bosch kan. Alleen, we zitten nu nog heel even in een fase. Maar ook tegen hem heb ik gezegd, richt op die 4e periode. Dat je dan fit bent, dat je klaar bent en dat je dan in ieder geval nog 10 wedstrijden kan spelen. Dus overhaasten heeft geen zin, want dat zou alleen maar spelers weer terugwerpen. Hij is wel in jouw optiek iemand die dan het verschil zou kunnen gaan maken. Ook jonge jongens kan helpen. Want het is gewoon echt een hele goede voetballer. Het is een rasvoetballer. Ik ken hem al van Almere en van Go Ahead.
ik denk dat hij ook spelers in onze selectie verder kan helpen. Met de manier van spelen, denken, nou ja, eigenlijk alles. Bijvoorbeeld een Ringo. Ja, ja. En Dorazo en Kevin, dat zijn allemaal jongens die van hem kunnen leren. Maar het zijn ook jongens die hij kan bedienen. Als je kijkt naar Jis of naar Romano of net wie er voorin speelt. Het zijn wel jongens die hij weg kan steken. En hij heeft voetbalgochme, hij is slim, hij kent zijn positie en hij weet ja, waar hij de bal. En hij heeft ook wedstrijden gekeken, hier in ieder geval tegen de Graafschap en Excelsior had hij al op tv gekeken. Ook hij is van mening dat er gewoon talent in de groep zit. En hij vindt het ook leuk om daaraan aan deel te nemen. En ja, geheel belangloos eigenlijk. Alleen maar om zelf ook fit te worden, wedstrijden te spelen. En ja, uiteindelijk ook zichzelf in de kijker te spelen natuurlijk voor andere clubs. Genoeg reden om positief te zijn, dus denk ik. Dankjewel, Jack. Ja, oké, graag gedaan.